Hey, wat leuk dat je weer kijkt. We zijn hier in Elslo bij de tafeltennisvereniging. En we gaan bij hun eens een keertje een kijkje nemen wat zij zoal doen. Kom je mee? Hey Jos, goedenavond. Hey Joep, goedenavond. Ja Jos, we zitten hier bij de tafeltennisclub in Elslo. Vertel eens, hoe is die club zo ontstaan? Ja, dat is inmiddels dus meer dan 50 jaar geleden zijn ze beginnen te tafeltennissen in het zwembad Medammerweide. En na wat omzwervingen zijn we hier terechtgekomen en bestaan we inmiddels 50 jaar. 50 jaar zeg je? Dat moet toch een groot feest geven? 20 oktober gaan we hier een reunieavond organiseren met leden en oud-leden en genodigden. En hoeveel leden heeft die tafeltennisclub op dit moment? Op dit moment zitten we aan 70 leden, 20, 22 jeugdleden en de rest senioren. En op welk niveau wordt er zo gespeeld? Bij de senioren zowel als bij de junioren hebben we teams op het hoogste regionale niveau zitten. Jullie hebben hier ook een gediplomeerd trainster rondlopen. Dat klopt, ja. Diane Vonke is recent gediplomeerd. Specifiek door de bond opgeleid. En dat is redelijk uniek. Diane, je bent gediplomeerd tafeltennistrainster. Hoe kom je op zo'n jonge leeftijd op zo'n idee? De trainer had gevraagd of ik trainster wou worden. Dat had ik geaccepteerd op die jonge leeftijd. Was ik eerst trainsterassistent. En toen wou ik eigenlijk alleen voor de groep staan. Dus ik dacht, dan ga ik een cursus doen. En die heb ik gehaald. En nu heb ik een diploma. Dus mag ik alleen voor de groep staan. Ja. En dat is redelijk uniek, hoor ik. Ja. En wat maakt de tafeltennisvereniging in Elslo nou zo'n leuke club? Nou, iedereen heeft eigenlijk wel een hele leuke sfeer. Iedereen is heel hecht met elkaar. Iedereen kan lachen met elkaar. Het is eigenlijk heel leuk. Ja, tegenover mij staat Pollo. Pollo, je bent hoofdtrainer hier bij de club. Wat houdt dat zoal in? Ja, dat is heel breed eigenlijk. Ten eerste is dat ik de supervisie heb over alle jeugdtrainingen die plaatsvinden. En dat ik zelf ook training geef. Ik doe dat al heel lang, een jaar of 15 hier. En ik leid ook de nieuwe jeugd leid ik eigenlijk op. Hey Pollo, en wat zou je nou aan onze kijkers nog willen meegeven namens de tafeltennisclub? Ja, of je nou jong bent, heel oud, er spelen hier 70-plussers, maar er zijn ook kinderen vanaf 6 jaar al welkom, die dan uiteindelijk kunnen groeien naar de top. Dus kom gewoon een keer langs. Je mag altijd vrijblijvend hier spelen, een maand lang. En dan gaan we eens kijken, vind je het leuk? Dan word je lid. Het is een redelijk goedkope sport, dus kom eens binnen. Heb jij nou zoiets van, ik wil er ook eens een kijkje gaan nemen? Loop gerust binnen of kijk even op de website zoals hier beneden vermeld. En heb je nou zelf ook een vereniging of een instantie die je graag eens een keer wil uitnodigen, of in ieder geval mij wil uitnodigen, laat het dan ook even hier beneden weten. En wie weet tot ziens. Tot de volgende keer.